zeggen, je moet nooit iets doen voor het geld, maar iets wat je leuk vindt. En als je met plezier naar je werk gaat, 's ochtends wakker wordt, ik denk van nou, we gaan het weer doen. Dan doe je het goed. Ik ben Wesley en ik maak de rest voor Braai. We hadden eerst gewoon een klein barbecue die je gewoon bij de Albert Heijn kan kopen. En dan sta je daar een beetje met je housecall-briketje, sta je een beetje je dingetje te doen. En zo is het eigenlijk zeg maar, steeds meer uitgepakt, tot steeds iets groter. En vandaar nu die Texas Smoker. Nou ja, ik maak zelf mijn eigen rubs. Dus elke specifieke stuk vlees of kip of wat dan ook, dat heeft echt een eigen kruidenmix die zelf ontworpen is. Ja, ik vind kwaliteit heel erg belangrijk. En dat verse, we werken alleen maar met een vers product. Helemaal om dat eindresultaat zeg maar, te waarborgen. Ik ben pas tevreden zeg maar, als de mensen terugkomen. Dus als je één keer iets lekker vindt, dat wil niet zeggen dat je het morgen ook lekker vindt. Maar het is pas een voldoening als de personen zeg maar, na 3 keer nog steeds bijbestellen. Ja, dan geeft het mij wel een kick.